Volgende. Ja, dit is lachen. Ja, dit is leuk, mensen, let op. Ik heb deze week heb ik vrienden gebeld van mij, die wonen in Den Haag. Ja, en ik heb tegen die vrienden gezegd, jongens... Vind je leuk, hè, Niels? Hè? Ik vind het wel grappig. Niels, ik heb dus mijn vrienden gebeld in Den Haag en ik heb gezegd tegen die vrienden, jongens, ik wil jullie waarschuwen. En waarom? Zij hebben kinderen en het kan zomaar zo zijn, als zij gaan buiten spelen, dat ze misschien wel een bekeuring krijgen of worden opgepakt. Om het volgende. Let op. Weet je dat dit verboden is? Oh. Wist je dat? Nee. Op straat tekenen mag niet van de gemeente Den Haag. Saai? Nou, ik vind het heel erg stom. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar stoepkrijten zou het straatbeeld te veel vervuilen en mag daarom alleen in Den Haag met een vergunning. Ja, zeg het maar. Ja, ik ben het er wel mee eens. Die tekeningen die zien er nooit uit. Ik vind het een schande ook. Ja, tuurlijk is het een schande. Hinkelen op straat, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar ik zag dit, ik dacht, ja, weer niet mee eens. Ja, dit kent toch niet? En er gaan allemaal scenario's spoken in mijn hoofd, dat er gewoon serieus mensen zijn, ambtenaren die aan een tafel zitten, zoals ons, en net het vluchtelingenbeleid hebben besproken. En vervolgens agenda punt 2, straatkrijtverbod. Ja, dan denken die mensen natuurlijk werkelijk, dan komt straks Frans Bauer binnen. Waar zitten die camera's? Dit was geen 1 april grap. Nee, dit is serieus. Dit is werkelijk waar. Maar hoe kom je hier aan, joh? Ik heb dit nergens gelezen of zo. Nee, ja, daar ben ik voor nieuws. Ja. Ja. Wat ik zoek het op voor je. En ja, en uiteindelijk willen wij natuurlijk gewoon dat kinderen buiten spelen. Dat we dat creatieve proces van kinderen niet stagneren. En ja, daarvoor moeten die kinderen toch gewoon lekker stopkrijten. Maar aan de andere kant, ja, schrik niet. Ga in je stoel zitten. Ik was eigenlijk niet van plan te verhuizen. En als ik het zou doen naar Rotterdam. Maar ze hebben me aan het wankelen gebracht. Want ja, let even op. In Den Haag, Haren, Almere, Putten, Culemborg, Boksel, Vlissingen heerst allemaal een stoepkrijtverbod. Is dit echt waar? Ja, ja, echt jongens, waar. Joh, maar goed, als het, over, ja. Ja, als het daar is, dan heb je echt niks anders waar je druk over hoeft te maken. Dus dan ga ik daar naartoe. En als zo'n kindje dat dan doet, wordt gearresteerd. Ja, ja, ja. U heeft het recht om te zwijgen. Ja, ja, nee, maar weet je, Peter, u geeft wel iets wel aan. Want... Zeg jij nou u tegen Peter? Ja, ja, respect, hè. Ja, nee, maar u heeft wel gelijk. Want je kan het toch eigenlijk ook niet maken ten opzichte van de handhavers. Je vraagt eigenlijk een handhaver te vragen aan een kind. Hé, stoepkrijtje neer. Ja, een vriend van mij is politieagent, maar die zou dat wel lachen vinden. Ja, natuurlijk. Om dat te doen. Die zou dat wel grappig vinden, ja. Maar dan wel één dag, hoor. En dan zou die... Ik snap ja, je punt. Ja, dus dat vind ik ook een beetje vervelend, ja. We gaan naar... We gaan